Hoe ben je hier terecht gekomen? Ik ben hier terecht gekomen vanuit mijn studie, gewoon eigenlijk direct. Ik kreeg hier de kans om vanuit die AOIC kwam KPMG binnen. Die ging een business process redesign doen. Okay. En dat heb ik toen 2-3 jaar gedaan. Dus alles geleerd, alles gezien. Ja. En vervolgens was dat ik eigenlijk zoveel kennis en kunde dat ze zeiden, nou die moeten we vooral vasthouden hier. Ja, ja. Want dan kunnen we het zelf doen. En zo ben ik eigenlijk langzaam, toen deden we nog fietsverzekeringen hier in Nijmegen. Langzaam manager fiets geworden, manager binnendienst, okay, particulier geworden, manager commercie geworden. Heel veel verschillende banen. Ja, dus het is eigenlijk meer zo de American Dream. Van gewoon begin tot het eind en nu zit ik in. Dus ik ben in de portefeuille operatie begonnen. Mm-hmm. En nu heet dat organisatieontwikkeling, omdat ik vooral verbreed heb op de bedrijfskundige hoek en dan met name ook de HR. Ja. Dus toen ik begon dacht ik altijd HR, dat softe, dat moet je vooral van je weghouden. Ja, weet je, dat is niet mijn ding. Het moet vooral om het resultaat gaan en om de cijfers. Maar naarmate ik nu de tweede helft zeg maar, van mijn carrière bij Bovemij, ben ik er wel bewust van geworden dat goede mensen, heel daaromheen, hoe werken mensen, hoe werken ze goed samen, weet je, hoe haal je dat talent naar boven, hoe stimuleren we dat, hoe begeleiden we dat. Ja, daar valt of staat het mee. Ik had opgeschreven, hoe ben je in de autobranche gekomen, maar dat heb je eigenlijk al verteld. Ja, bij toeval eigenlijk. En ik moet zeggen, inmiddels vind ik een leuke auto steeds leuker. Ja. Maar wat leuk is aan die branche, is dat op ieder evenement of op iedere bijeenkomst die we hebben, iedereen lijkt elkaar te kennen. Ja. Dus het is meer gewoon één grote, inderdaad, nou, we noemen het een niche markt, maar het is één groot netwerk van mensen dat elkaar kent, wat met dezelfde passie bezig is. En wat heel leuk is, het zijn bijna allemaal mensen die het vak verstaan. Ja, hoe ervaar je de branche? Daar heb je ook iets over verteld inmiddels, maar... Ja, eigenlijk heel vriendelijk en intiem. Ja. In die zin, weet je, het zijn wel bijna allemaal mannen natuurlijk. Dat maakt het eigenlijk ook voor vrouwen makkelijker, vind ik, om erin te komen. Omdat dat je netjes wordt behandeld vaak en natuurlijk en komt binnen. En dan moet je natuurlijk wel weten waar je het over hebt. Ja. Denk je dat dat je dingen kan doorbreken of zoiets dergelijks? Bijvoorbeeld vastgeroeste patronen als vrouw? Zou dat een soort van... Ik denk dat je het altijd kan doorbreken of je nou man of vrouw bent. Ja. Maar dat je soms met een knipoog wat makkelijker een zijweg kan of een zijspoor kan. Ja. Maar het is nou niet zo. Ik ben daar helemaal niet bewust mee bezig eigenlijk. Wat je wel ziet en waar ik wel bewust mee bezig ben, is hier in het bedrijf wat meer. Maar dan heb ik het over diversiteit en niet per se over vrouw zijn. Nee, maar gewoon diversiteit in het algemeen. Ja, want dat is wel belangrijk. Kijk, ons bedrijf is 50-50 man-vrouw. Dus dat is eigenlijk een hele mooie verdeling. Ja. Alleen zodra je naar management directie gaat, is het nog geen 80-20, zeg maar. Ja, dus nu zijn we heel erg op zoek naar aanvulling. Hoe komt dat? Heb je daar een idee over? Ja, niet anders dan dat vrouwen sneller kiezen voor part-time. En zeker als ze kinderen krijgen en misschien niet zo de ambities hebben. Ja. Tegelijkertijd zijn er genoeg die wel ambities hebben en waar we weer allerlei dingen voor organiseren. Ja. En als je naar die branche kijkt, zijn er dingen die je weer zou willen veranderen? Ja, wat ik graag zou zien is meer verbinding nog. Dus we hebben nu net een platform gelanceerd, dat heet viabova.nl. Dat is super specifiek voor de branche. Ik denk dat je daar ook heel uniek in kan zijn en echt je kwaliteit als branche kan laten zien. Ja. Alleen vervolgens zie je toch... Enerzijds logisch, het zijn allemaal individuele ondernemers. Ja. Dus zij willen toch hun eigen zaak daar vooral heel goed uit laten komen. Ja. Terwijl ik denk dat het voor de branche heel belangrijk is dat de branche daaruit heel goed naar voren komt. Ja. En dan komt het vanzelf wel bij jouw individuele bedrijf terecht. Ja. Ja. Dus... En wat motiveert je om elke dag weer aan de slag te gaan? De mensen. Ja. De mensen en de dingen die we samen bereiken. Is het een drukke baan? Hoe merk je 80 uur in de week? Of? Nou, geen 80 uur, maar wel meer dan 40 uur, ja. Al zeg je, ben eigenlijk dag en nacht met je werk bezig. Dat betekent niet dat je dag en nacht aan het werken bent. Maar altijd hou je de telefoon in de gaten. Ja, altijd bij je, weet je, als er gebeld wordt, neem je de telefoon op. Dat is natuurlijk altijd wel zo. Ja. Dus, En is dat goed te combineren? Want ik weet een van de vragen uit een andere rubriek die we willen stellen. Hoe combineer je dat met je privéleven? Ja.
Botst dat wel eens? Of? Nou ja, dat botst wel eens, maar ik heb 2 kinderen en een man, dus ja. We verdelen het goed. En ik heb ook nog ouders die daar omheen cirkelen en natuurlijk heel veel voor me doen. Ja. En dat is, maar het begint bij het leuk vinden wat je doet. Ja. Energie krijgen van wat je doet. En als je iets doet waar je geen energie van krijgt, dan zuigt het alleen maar. Ja, dan kost het alleen maar energie. En daarom ook zo, weet je, mensen, pak nou je eigen stuur in handen, want dat maakt het leuk. Als je alleen maar laat zeggen wat je moet doen... Ja. Ten eerste kom je nergens, nee. dus je moet de stappen zetten, dan moet je wel laten zien dat je iets wil. Ja. Maar het maakt het ook zoveel leuker dan gewoon maar zitten en je werkt. Wat ik onacceptabel vind, is mensen die achterover hangen, die wel veel te zeggen hebben over wat niet goed gaat, maar vervolgens niks doen. Wel klagen, maar niks doen. Nee, dus alleen maar blijven zeuren over van, ja, dat hebben we al geprobeerd, dat hoeft niet. Ja, doe het zelf anders, kom met iets, weet je, dat. Maar er wordt dus wel, als mensen dan zeggen van, nou, ik zou het zo doen, daar wordt wel gewoon naar geluisterd. Ja. En er wordt wel, denk ik, toch dan... Ja, sterker nog, als je een goed plan hebt, dan ga je naar je leidinggevende en dan ga je zeggen, ik ga het zo doen. Ja. En tenzij je een nee terugkrijgt, ga je het zo doen. Oké. Okay. Ja, dat vind ik echt. En ik verbaas me erover dat mensen dat dus niet zelf doen. Ja. Dus ik denk ook de reden dat ik die stappen heb kunnen maken, is dat als ik iets... Dan ging ik daar naar iemand toe en zei ik, luister, zouden we het niet eens anders moeten doen? Of... Ja, ja. En dan gebeurt er iets. Ja. Kunnen mensen rechtstreeks naar jou toe komen met iets probleem of zo? Ja. Of, altijd. Ze hoeven niet eerst naar een leiding geven en dan... Nee. Maar weet je, ze kunnen altijd rechtstreeks hier komen. Ik zeg ook altijd dat er geen drempel ligt. Nee. Iedereen mag komen, maar ik ga niet met iedereen afspraken maken. Nee. Dus het is niet een ingang om je leidinggevende te omzeilen. Nee. Maar ik wil wel alle kennis en kunde met iedereen delen. Dat is wat anders. Ja. Zeg maar, ik probeer natuurlijk te stimuleren dat mensen hun eigen werk gaan inrichten. Weet je, hoe mooi zou dat zijn? Ja. Geef mensen juist zelf een taak op basis van waar ze heel goed in zijn. Mm-hmm. Ga met je eigen team om tafel zeggen, als jij nou vooral dat taakgebied pakt en jij vooral dat en jij dan verbinden... Hoe mooi zou dat zijn? Ja. In plaats van dat wij zeggen, nou, jij doet schadedossiers en jij doet dit en jij doet... Alleen, dan hebben mensen heel snel nog zoiets van, mag dat? Ja, graag. Ja, maar ook omdat ze wel eens met de neus op de feiten zijn gedrukt van, nou, ik bepaal het hier, Dus en het is ook niet voor iedereen weggelegd. Alleen, ja, dat vind ik dan leuk. Van ga dat nou eens onderzoeken, ga aan de slag en ga gewoon je ding doen. Hoef je niet eens te vragen in mijn ogen. Ja. Maar mensen zijn toch wel heel erg netjes en gehoorzaam. Die vinden alles, willen ze vragen en goedkeuring op hebben. En, Ik hoop dat balletje waar ik het over heb, weet je, dat talent loskomt. Of talent, ik weet niet hoe je het noemt. Gewoon de krachten die in de organisatie is. Dus dat mensen inderdaad echt hun eigen werk pakken. En zeggen, hiervoor zijn wij verantwoordelijk. Wij begrijpen waar we naartoe moeten. En we gaan het zelf inrichten. Ja, dat echt gaat draaien, zeg maar. Dat zou wel heel mooi zijn. Want we moeten als organisatie veranderen. Een hele mooie ontwikkeling vinden als ik mijn eigen team zover krijg dat ze... op de HR-punten net zo, en dan op die hele cultuuraspecten, net zo geïnteresseerd en het belang daarvan inzien als dat er staat zoveel winst. Ja. Weet je, ik snap ook wel dat natuurlijk super spannend is en dat het daarom gaat. Ja. Kijk, want het geloof in dat het vanuit goede mensen komt, dat is er wel. Alleen dat je dat dan ook moet besturen. Ja. Dus dat niet alleen maar is, hey, jij bent goed, ik neem jou aan en het gaat vanzelf. Ja, dat zou dus dat we een eenduidige... beeld hebben over besturing van mensen en dat ik daarin ook aansluit bij het team, hè, en het team bij mij, dat zou ik heel fijn vinden. Ja. En dan natuurlijk die diversiteit. Weet je, soms moet je het een beetje stimuleren, want ook hier is dat, soms moet je bijvoorbeeld alleen maar eventjes vrouwelijke cv's van vrouwen voorleggen, om gewoon te voorkomen dat mensen naar de makkelijke weg kiezen, omdat ze dat gewend zijn. Ja. Weet je? Want het is geen onwil, het is alleen anders kijken. Ja, ja. We zijn al eenmaal anders, weet je? Ja. En daar moet je juist gebruik van maken. Ja, dat maakt het heel goed, denk ik. Ja.